Ik heb een leuke periode achter de rug. En ik speel nog steeds veel met Robert Rook. En mijn band Winterstorm is nog actief. En ook wat freelance dingen. Verschillende muziek. Dus ja. Vooral ook met de muziek zelf bezig zijn blijft altijd het belangrijkste. Dat je vernieuwt en met je instrument bezig met sound, wat je wil spelen en hoe je het wil spelen. Ja, ik schrijf regelmatig stukken. Gisteren nog een redelijk nieuw ding, maar ja, dat is niet heel hooggravend. Maar met een band gewoon meteen op de clubgig meteen uitgeprobeerd, af u. En dat is leuk. Ja. Mag ik me even zo voor de camera houden? Zo. Ja, is dit te zien? Zo. En die is met Bart van Helstingen, Robert Rook en mezelf dan op contrabas. En hij is in januari overal verkrijgbaar geworden. Dus redelijk recent, ongeveer een jaar geleden opgenomen. En Robert is een heel bijzonder leuke pianist waar ik 20 jaar mee werkt. Ja, dat blijft leuk, ja. Dat is. Als ik daarover nadenk, dan. Het is ook iets dat ontstaan is. Van dat je elkaar tegenkomt, onbevangen, heel jong. En je wil alles leren, alles observeren. En dan blijf je spelen. Op een gegeven moment heb je iets ontwikkeld dat waardevol is. En dan blijf je dat een beetje koesteren en tegelijkertijd ook elkaar uitdagen. Dus, ja, Robert Rook is bijzonder. Ja. Op deze CD is het Robert dat met alle ideeën aangekomen is. Het is heel like sketchachtig. Dus weinig uitgeschreven. Hij heeft nog iets voorbereid op piano. En hij zegt van ja, jullie weten, ze snappen het wel. En in de studio heel direct. Doe maar. Jullie kunnen het wel. En hij gaat zitten en hij zit zo een beetje naar boven te kijken. En dan komt er wat uit en dan moet je op inhaken. Dus het is heel spontaan, maar ja, het klinkt als enorme composities, maar het is zijn concept van spelen. Het is gewoon de draagkracht van deze CD. Deze opname kwam tot stand in samenwerking met UAP Records. Dus dat is een onafhankelijk label en een geluidstechnicus in Den Haag. En die vinden ons leuk, dus die zei van, willen jullie niet een cd van mij ook maken? En toen, dat werd de Robert gevraagd dan, en toen zijn we dat gaan doen. En soms nemen we zelf ook het initiatief en maken we zelf de producties. Ja. Als je zangeres bent of zo, dan kan je moeilijker rondschuiven. Nou, misschien als achtergrondzangeres of zo. Maar als bassist denk ik dat je nog iets vrijere rol kan hebben, dat je verschillende jasjes aan kan doen. Richting voor mij is ook een beetje een combinatie van een soort functie vinden, van hoe de muziek terecht kan komen. En ook dat je helemaal bij jezelf blijft, laat maar zeggen, wat je echt zelf leuk vindt om te doen, zodat je het geloofwaardig kan brengen. Want, als je iets doet dat niet bij je past, dat werkt op de lange duur werkt dat nooit. Nee, dat geloof ik niet in. Dus dat is mijn richting. En ik kan wel allerlei stijlen of zo gaan doen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om vanuit welke bron je probeert te spelen, laat maar zeggen. En dat kan verschillende outputs hebben. Dus je kan ook hele dingen of muziek die heel verschillend zijn, heel verschillend van stijl, leuk vinden omdat ik het gevoel heb van dat het uniek is of uit een pure bron komt. En dan kan het heel verschillend zijn, maar wel dat met dat gevoel gebracht wordt. Ja.